Ja. Ja. Top. Ik wil eerst weten of dat er nog is in de truffel. Goedemiddag, mag ik de bestelling afdrukken? Goedendag, ik heb even een vraag. Is er nog een truffel deluxe? Kijk, even lekker lopen naar de Voda. Nou, de Voda die zit aan die kant, zeg maar. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 12 januari 2022. Het is nu 10:55 en dat betekent dat ik er zo lekker uit ga en mijn hondjes lopen. En het is lekker mistig buiten, maar dat gaan jullie zo meteen wel zien. Ja, dus ik ga maar even aankleden. Dus tot zo. Kijk eens liggen dan ook. Hi lady. Lady, hallo. Hi, schatje. Wel waar. Even uitdrukken. Hé, hey, kom eens hier. Kom eens hier. Nee, zitten. Hi, schat. Goedemorgen. Kom jij niet even knuffelen? Kom, kom eens hier. Ja. Oh, kom jij ook lekker knuffelen. Oh, jij ook maar even knuffelen. Oh, het is ook zo moeilijk, hè, om dus op de bank te komen ook, hè. Ja, je bent lief. Fruitje gaat nog even naar de wc. Blijf, blijf. Oh, is dat zo, schat? Ja? Jullie slopen de bank. Ja. Het is mistig wat ik al zei. Een beetje deels. Ja, ik moet mijn schoenen nog even aandoen. Dat ga ik ook zo doen. Ja. Yep. Hey, goedemorgen, vent. Ik krijg gelijk kusjes van jou. Mijn vrouwtje moet ook nog even naar de wc, schatjes. En daarna ga ik even mijn schoenen aandoen. En dan ga ik met jullie lopen. Daarna. Rustig dus. Ik ga eerst even zelf naar de wc. Magda? Ja, zo niet heb je pech. Ja, zou maar even doen? Ja, is prima, want jij wil we. Best. Dat is nou ook zo leuk als het zo mistig is, want je kan nu overal filmen zo wat. Hey, dat is leuk. En als die twee maar lekker het naar hun zin hebben, dan vind ik het helemaal goed. Die vindt Graaf ook helemaal geweldig. Nou, prima toch, wel waar. Anders doe je het toch niet? Heb je wel even je zus hoor, schat. Graven. Nou, zoals je dus kan zien is het dus lekker mistig achter me. Heerlijk. Gaaf. Ja, waar loop ik eigenlijk nu? Als je hier bekend bent. Ik zou zeggen, laat het even weten. Is handig, is grappig. Is leuk. Ja. Alleen ik moet heel rustig aan doen. Even meneer arts. Dus ik probeer een beetje wat langzamer te lopen, zeg maar. Maar het wil niet altijd, want hè... Ik ben gewijs. Ja, een beetje een tikkeltje hoor. Maar maakt niet uit. Ik ben even lekker met de hondjes aan het lopen. En om 1 uur heb ik een soort van sollicitatiegesprek. Laat het jullie weten. We gaan eens even kijken of ze de route kennen. Leed. Zo. Hé, wie eerst? Lady, kijk eens. Kom maar. Lof. Kom. Beauty wachten. Beauty wachten. Lof, kom maar. Ja, nou dat is braaf. Goed zo. Ja. Braaf. En dan willen jullie zeker nu alle drie wat lekkers, of niet? Willen jullie zeker alle drie wat lekkers, of niet? Hé, hey. Wachten. Ja, ik heb... Ja. Ik heb hier... Heel veel. Mag ik erbij? Ja, moet ik er wat uithalen, hè?
1, 2, 3. Ja, ik heb het eruit. Hola. Toen laat ik het lekker vallen op de grond. Ja, kan er ook nog wel eens even bij, hè? Alle drie zitten op jullie reet. Een stukje naar achteren. Leed, kom op. Naar achteren. Zitten. 1. Zitten. En niet op de bank. Gaan we niet doen. Nee. Ze heeft hem hier nog liggen, hier dat stukje. Ze heeft nog een stukje liggen en zij is bijna klaar. Schappig. Lady is altijd de snelst, zeg maar. Doe maar, is voor jou. Keurig. Wow. Ze heeft hem nog daar liggen. Vlak er vlak bij het balletje. Kijk, 1, 2. Heerlijk. En toen had hij ook zoiets van, hey, ik wil aandacht, hè? Of je nooit aandacht krijgt, hè? En toen was het op. Goed zo. Ja, we staan dus nu daar, ja, daar. Kijk, kijk. Ja, daar, helemaal goud. Kijk, ja, ja, top. We zitten dus in de auto. Ja, hoe toevallig, hè? Wij wel. Een mooi rammetje voor ons neus en een mooie Kia Ceed voor ons neus. En het is in de tunnel 50, hoe toevallig. Die wil er ook nog tussen. Alsjeblieft, en met je Volkswagen. Yo, hij bedankt je. Mm-hmm. Ja, top. En een XS nog wel. XS. Ja, we gaan eventjes wat te kanen halen, zeg maar. Dat is handig. Niks daar? Nee, helemaal niks. Alleen, ik heb geen last als ik die kant op draai, maar wel als ik die kant op draai. Ja, dat is terug voordat je zo gaat draaien. Ja, precies. Als dat er nog is, dan weet je wat ik wil. Als dat er nog is. Double chicken. Ik weet niet of dat er nog is. Spicy bad chicken. Is dat er nog? Ik wil eerst weten of dat er nog is. Ja, maar fijn. Ik wil eerst weten of dat er nog is in de truffel. Eerst vragen. Ja. Ik gemeen. Goedemiddag, mag ik de bestelling afvliegen? Goedendag, ik had even een vraag. Is er nog een truffel deluxe? Of niet meer? Nee, die hebben we helaas niet meer. En wat hebben jullie dan nu wel qua nieuwe burgers? We hebben de spicy mac chicken en eigenlijk de apple bite. De apple bite? Apple pie. Appeltaart. Het zijn echt een klein stukje appelplakjes, waar. En hoe spicy is en is die spicy mac chicken? Eén momentje, ik ga dit voor vragen. Ja, okay. Graag. Ja, dan wil ik gelijk even weten hoe spicy die is. Want het is chicken, dus. Ja, je moet ook gewoon chicken nemen. Ja. Homestyle crispy chicken, honey mustard. Oeh. Welke veggie? Nee, maar die veggie of niet? Oh, man. Bedankt voor het wachten. Ja? De spicy met chicken is best wel spicy, vind ik. Als je van spicy houdt,
Ja. Dan kunt u het gewoon eten. Ja. Maar als u niet van spijs houdt, dan zou ik het niet eten. Oké. Okay. En die Homestyle Crispy, is die ook spicy of niet? Nee, die is niet spicy. Welke? De Homestyle Crispy Chicken Honey Mustard. Nee, die is niet pittig. Nou, doe ik die dan maar. Dan graag een broodje. Ja, midi, een menu of alleen een broodje? Alleen een broodje. Alleen een broodje, ja. En graag een cheeseburger zonder uien en zonder afruiken. Dat was hem. Ja, dat was hem. Kunt u doorheen naar de restaurant. Dank u wel. En dan even zometeen heel gelijk controleren op knop die uien en weet ik voor augurk. Want voordat ze het wel weer geven zo aan je. Is handig toch? Ja, ik ga de app pakken. Ja. Zo, ik ga even naar de Voda, want ik moet dat op mijn telefoon zetten. Maar mijn telefoon die wil dat niet doen. Ja, hij wil dat niet installeren. Dus ja, dat is niet zo fijn, zeg maar. Nee. Dus, we gaan eens even kijken of Vodafone dat wel voor mij kan regelen. Dat is ook erg handig als Vodafone dat inderdaad voor me kan regelen. Dus als we dan maar even afwachten. Ja, is handig. Toch? Ja. Dus waar ik nou ben, bijna bij Era van het Meest. Kijk, zo kan dus naar beneden. Schattig, ja. Erg grappig. Nou, ik ga eens even lopen naar de Voda en dan horen jullie dat het zometeen wel van mij of het is gelukt. Lekker lopen naar de Voda. Nou, de Voda die zit aan die kant, zeg maar. Een stukje verderop. De Voda die zit daar waar dat schermpje is en naast de Pearl. Tussen de Pearl en de Livera in. Ja, daar zit de Voda voor. Daar gaan we maar naartoe. Dus ik ga even schuin oversteken. Jee. Ja, yeah. Ik zal eens even een lampje aan doen. Even wat feller zetten, zeg maar. Het is een beetje koud. De kachel staat aan, die hoor je nu aangaan. Ik zal eventjes mijn lampje wat feller aanzetten, zeg maar. Moet dit wel doen? Waarom staat hij zo erg op blauw? Ja, dat is beter. He. Even overal lampjes aan knallen. Hartstikke idee. Ik heb het koud. Ik heb het koud. Ja, ik heb het koud. Zo. Top. Ik ga mijn visje zo aandoen. En zo op de wacht. Je moet roomakken bellen. Ja, allemaal. Goedemorgen. Even dicht. Deels een beetje de warmte binnenhouden, zeg maar. Ja. Zo. Het zou ook fijn zijn als er ook gewoon eens een keertje zijn stoel gewoon eens eventjes aanschuift. Ja. Ja. En zo liggen de honden erbij. Lovely. Een kus omhoog, een kus omlaag, een kus omhoog, een kussen. En daar ligt Lady met mijn broek erbij. En hier ligt Speedy. Ja. Ik vind het leuk, hè? Ja. En wie ligt daar? Mevrouw Tweekleuroog. Ja. Ik zal die even zo doen, schatje. Ja. Deze is van de baas. Deze, dat vind ik leuk. Nou, ik niet. Ik vind er geen reet aan. En ik wil deze hier weer knallen. Dankjewel. Is je lekkere, schat. Ja. Oh, mens, wat heb ik het koud. Echt waar. Immens koud, echt waar. Boer. Nou. Deze vind ik niet lekker. Nee. En met honing mosterd. Nee, mosterd honing zo. Nou, mij niet meer gezien hoor. Met dat eten. Echt niet. Bleh.
Nee. Nou, ik ga ook even mijn editor mijn editor even bedanken. Want ik loop heel erg voor, moet ik zeggen. Heel netjes voor. Ik zal het jullie ook even gelijk laten zien. Dankzij de editor Niels, die jullie dus nu al wel kennen. Ik zal even mijn map even openen. Kijk, ik heb hier dus allemaal mappen. Heel veel mappen. Ga ik deze even openen. Deze is van Niels. Die gaat hij maken. Deze is voor Niels. En deze, daar ben ik dus vandaag even voor mee bezig. Want ja, dat is dus nu waar ik dus mee praat tegen jullie. Dus ja. Dus, en ik heb dus nu al ingepland. Even kijken. Eens even koekeloeren. Tot en met 16, 17 januari. Dus moi, 16, 17, 18, 19. Krijgen jullie dit en de 20ste te zien. Ja, de 20ste. Dus ja. Eens even kijken. Ik krijg ook alweer heel veel berichten. Ja, nee, ja, kijk, tot en met de 17e, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Ja, vast wel. 17, dan heb ik hier, dan is dit hier 18, 19. En deze komt dus vandaag om 20 januari dus online. Dus ja, dus loop lekker op tijd. Heerlijk, ja. Maar om 8 uur moet ik er ook bellen, dus ja. Ik ga zo eventjes de editor weer even bellen, even kijken hoe het gaat. Of je misschien nog hulp helemaal nodig heeft, maar ik denk het niet meer. Maar ik zou wel zeggen dat hij dus de 17 januari heel goed op moet letten op mijn vlog. Ja, ik heb weer wat gedaan. Ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar ik denk het wel. Dus vond je dat leuk? Ik zou zeggen, laat even een leuke reactie achter. Want ja, ik heb het best gedaan. Het was even een beetje zoeken, priegelen, maar ik heb het wel gedaan. Hey! En dit is even hun bak, die ik even ga verschonen. Ja! Ik ga jullie bak verschonen. Ja! Ja! Nou, hey, moet dat zo? Die hele kooi weer vies maken. Hij wil dat niet op. Zo, de kooi is ook wel lekker schoon. Ja. En die vindt dat heel erg interessant, hè? Ja, alleen nog eventjes... de water even doen. Ja. Nou, voor Ro even lekker rosti. Ja. En voor mij een lekkere bak lasagne. Kan ik ook morgen nog wel een deel eten. Hey, helemaal goud. Ja. Dan wil ik het filmen en dan ga je stoppen. Nee, jij bent er een. Want je was net aan het spelen met Lady aan staat. Vriend. En toen was je weer aan het likken en dan was je weer aan het spelen en Lady had het allemaal toe. Nee, en zo vals ben je nou. Hè, rode dakkie duivel? Ja, tegen jou heb ik het, ja. Ja, je was net aan het spelen met haar straat. Dan wil ik het filmen en dan ga je stoppen. Nee, jij bent er fijn heen. Het is net of je het ook begrijpt, hè, wanneer ik ga filmen. Ja. De leuke, de grappigste dingen. Ja.
kwam er niet op. Nee. Eet smakelijk. Dank je. Alsjeblieft. Wat eet je? Rosti. De wat? Rosti. Rosti. Heb ik het goed gemaakt? Ja. Genoeg peper erop? Zeker. Mooi. En goed gebakken? Ja hoor. Mooi. Wat, en wat wil je nog kwijt aan de kijkers? Dat is dat lekker is, Rosti. Als je honger hebt. Kijk. Nou, honger niet, maar... En wat wil je nog meer vertellen aan de kijkers? Dat er nog peper bij moet. Dat is erg lekker. Ja, en wat nog meer? Nou, zout niet. Dat is niet goed voor je. Nou, jawel. Jawel. Nee, te veel. Een beetje. Ja, nee, te veel niet. Maar... Alles met mate. Hè? Mm-hmm. Dus met je vrienden gaan drinken. Drink met mate. Mm-hmm. Helemaal goed. Precies dat. Zo, daar ben ik dan. Roos eventjes en met de hondjes uit. Ik zit hier te creperen van de pijn, zeg maar. Ik heb net alweer eventjes een klein stukje opgenomen voor mijn dagboek. Op dat moet ik bijhouden. Sommige dagen lukt het me gewoon echt niet. Zoals eigenlijk nu net ook, maar ik had zoiets van, ik moet het gewoon doen. Nou, ik ga deze vlog zometeen nog even in elkaar bouwen. Zodat het zometeen gelijk nog op YouTube kan voor. En voor de 20ste. Jee, volgens mij op mijn hoofd hoor. Ik zal eens even kijken voor jullie. En ik heb weer... ja, ik heb geen geld hoor. Maar ik bestel het wel. Ja, want ik wil nog zo'n hub voor in de slaapkamer. Lekker makkelijk. Hoef ik hem niet iedere keer van en van hot naar her. Alleen dat weet ik ook nog niet. Kan hij lekker in de slaapkamer ermee, Hannes. Ja, vind ik leuk. Vind ik gewoon leuk. Ja. En dan kan ik er ook mijn slaap een beetje wat meer, mee bekijken. Wat wou ik ook weer doen? Ja, dan wil ik wat voor jullie bekijken op YouTube. Dan ga ik naartoe en naar mijn mail. Ja, maar de koekoek. Ja, zo en zo werkt dat niet echt, hè? Nee. Nee, ik ga morgen de ziekenhuis bellen voor een afspraak voor vrijdag. Want vrijdag hoeft er ook niet naar zijn werk. Dus ja, dat is dat. En is even kijken voor welke deze. Dat was volgens mij de 20ste. Ik heb het zelfs nog vandaag gezegd. Maar ik blijf het zeggen. Nee, niet. En niet voor de 20ste. En voor de 8. Nee, niet waar. Nee, niet waar. K. Nee, ik lieg. Ik lieg. Ik lieg. Ja, ik lieg vandaag eventjes. Ik heb het al lang gezegd en breed. Ja, het is wel. Kijk. 18, nee 17, 18, 19, ja. En voor de 20ste wel. En dan ga ik Google weer vragen om mijn verlichting zachter te zetten. Dus niet schrikken. Hey Google, mijn verlichting op 50%. Oké. Oh, lekker. Dankjewel, dank je. Dus, ja. Dus dat. Nee, ik ga wachten op Ro. Als Ro zo meteen thuis is en dan ga ik denk ik zo afsluiten. Of ik ga dat nu gelijk doen, weet ik nog niet. Nee. Dus ik ga lekker even wachten op Ro. En dan zien jullie mij zo meteen nog. Ja. Zo. Nou. Ik zit nou niet op bed. Nee, ik zit nou nog lekker voor de pc. Maar ik ga wel deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te... abonneren, daar, ik weet het echt soms niet, of aan deze oor wel, ik zal eens even kijken, of hier, en dan niet hier, dan is het daar, dus daar. Nee, grappigheid op stokje moet kunnen. Vergeet dus niet te abonneren, doe het belletje aan, want dan blijf jij op de hoogte. Laat even een leuke reactie achter, en vergeet zeker dat duimpje niet omhoog te doen. En dan zeg ik, dankjewel voor het kijken, en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.